De derde overvaller van Jewelry Goldies in Deurne moet zich snel melden. Dat is voor iedereen het beste. Dat is de oproep van een van de Marokkaanse buurtvaders in het Eindhovense stadsdeel Gestel. Daar zou ook de derde verdachte wonen. De zaak waarbij twee overvallers vermoedelijk door de echtgenoten van de juwelier werden neergeschoten, heeft een enorme impact. Vooral dus ook in het stadsdeel Gestel. Abdella, heb jij al reacties gehad op je oproep? Nou ja, goed, heel veel positieve geluiden van mensen die zeggen van ja, er moet gewoon een eind aan komen. Er moet gewoon duidelijkheid komen. We moeten even weer terug naar de rust in de wijk. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die op de een of andere manier er nu op de een of andere manier beschimpt worden, aangekeken worden en noem maar op. En ja, dat geeft zoveel onrust in de wijk. Heel veel jongeren vertrouwen, al volwassen niet. Marokkaanse mensen vertrouwen, Nederlandse mensen niet zo makkelijk meer, want ze denken allemaal dat kunnen best mogelijk journalisten zijn. Dus er is wel iets gaande in de wijk. En ja, ik vind gewoon als betrokken buurtvader dat er gewoon een eind aan moet komen. Dat we gewoon even weer de rust kunnen herstellen. Okay. En ja, datgene wat we eerder hebben opgebouwd, dat gewoon ook weer voortgezet kan gaan worden. Oké, maar je gaf net aan van eigenlijk er zijn mensen die wel weten wie het is. Ja, de gemeenschap is in principe heel klein. Het heeft echt een dorps karakter, de wijken. We kennen elkaar allemaal. En er zijn wel vermoedens, maar niet, ja, een heleboel die durven gewoon niet te zeggen wie het zou kunnen zijn. Maar er is wel een bepaald beeld van wie mogelijk met die groep jongeren omgaan. Maar die mensen die het weten zouden toch ook dan een soort anonieme tip kunnen geven van hij is het geweest? Ja, dat is heel lastig. Dat is heel lastig. Ja, waarom? Dat, ja, omdat mensen niet als een verrader neergezet willen worden. Mensen zijn gewoon bang in deze tijd om überhaupt iets te zeggen of iemand aan te spreken op zijn gedrag. Laat staan voor zoiets wat zo groot is en wat een behoorlijke impact kan hebben. Dus mensen durven hun nek niet zomaar uit te steken. Maar wat denk je zelf van de mogelijke dader? Want er is natuurlijk nog helemaal niks vastgesteld. Wat zou hem dan tegenhouden om zichzelf aan te geven? Nou ja, goed, een stukje angst. Hè? De consequentie aanvaarden. Hè? Namelijk dat er ook een straf op zit. Kijk, voor mij met name is het heel belangrijk. En wat wij met een aantal vaders ook gewoon vinden. En moeders ook. Is dat deze jongen, dat we het hem gunnen dat hij gewoon geholpen wordt. Dat hij zich aangeeft dat hij ook weer tot rust kan komen. Want dit is een hel waar hij doorheen gaat. Het kan niet anders. Maar ja, en dat daarmee ook een stukje rust ook weer terugkomt. En voor hem, en voor ons, en voor het slachtoffer ook. Hè? Want dat er ook gewoon ergens wat duidelijkheid in gaat komen. Ja. En ja, dat is op dit moment is allemaal giswerk. En ja, en dat is niet prettig voor de wijk. En zeer zeker niet voor deze jongen. En hij is nog zo jong, dus ja, het zou mooi zijn als hij zich gaat aangeven. Want hoe reageren de Marokkaanse jongeren erop? Het is toch een van de jongeren, tenminste, ja. Dat zou dan gezegd worden. Ja, het is een van hun maten. Maar deze jongen met name, die is gewoon met zijn twee maten op pad gegaan. En die heeft gewoon twee maten minder. En ja, dat is eigenlijk waar het om gaat. De rest van, ja, die zijn zijdelings betrokken. Ze hebben een vriend verloren. Maar deze jongen is gewoon live aanwezig geweest. En die komt terug, vluchtend bij wijze van spreken. Zonder twee van zijn maten. Want nou, hoe is er gereageerd op het incident überhaupt? Nou ja, dat hebben we kunnen zien. Hè, dat er een aantal jongens hun onvrede hebben willen uiten richting justitie. Hè, dus de voortvarendheid van justitie om mogelijke dader of pleger van het dodelijke schoten. Om die vrij te spreken. Ja. Maar dat is wel vervelend voor die jongens. En die hebben nu een kans gezien om datgene wat eerder door Wilders eigenlijk aan de kaart. Ja, is dat het? Ja, dat zit er dan ook weer bij. Ja, dat is. Het moest er een keer uitkomen. Maar voelen de Marokkaanse jongeren zich dan ook echt aangevallen op alles wat er dan misgaat? Ja, ja. Ze hebben dat veelvuldig. Ze maken echt heel veel dingen mee. Zij betitelen dat vaak als discriminatie. Maar ja, dat gebeurt ook heel veel. Dat is niet anders. Mm-hmm. Maar vinden ze dan van dat hun maten, zeg maar, op weg zijn om een overval te plegen? Ja, dat is... Ja, goed. Kijk, weet je, er zijn andere... er is een groepsdynamica. Er is een bepaalde tendens bij bepaalde jongens die gewoon al bezig zijn met criminele handelingen. En ja, die zijn niet te pakken door wie dan ook. En die denken dat ze gewoon het recht hebben om alles te kunnen en
En ze kunnen alles maken. Ja. En ze zijn op dit moment nog steeds gevrijwaard. Dit is gewoon ook een klap voor heel veel van deze jongens. Van ja, dit is het risico wat je dus kunt lopen. En niemand, en man ook echt niemand, ook die jongens niet. Als je gewoon praat met ze, die zeggen gewoon, het is gewoon fout wat die jong gedaan heeft. Oké. Okay. Want hoe kun je daar, wat kun je daarmee, zeg maar? Hè? Want die constatering is er natuurlijk in de wijk. Dan ben je buurtvader. Wat doe je dan precies als buurtvader? Nou ja, wat wij proberen is in ieder geval met de ouders de onrust weg te halen bij hen. Om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Toch aan te geven van ja, waar blijven je kinderen? Daar heb je daar toezicht op? Hè? Hoe kun je daarmee omgaan? Dat je leert van elkaar als lotgenoten. Mm-hmm. Maar met name hebben wij gekozen voor een aanpak om juist preventief uit te werk te gaan. Zeker die jongere jeugd. Want dat is waar het eigenlijk om draait. Ja. En ja, datgene wat de jongens van 14, 15, 16, dat is, sommigen zijn al zo ver dat ja, het is alleen maar een kwestie van justitie aanpak. Inderdaad, oké. Okay. Maar nou geef jij eigenlijk aan dat je ook denkt te weten wie het dan zou kunnen zijn. Dan kan ik me voorstellen dat die jongeren er zeg maar moeite mee hebben om die maat van hun of die vriend van hun eraan te lappen, om het dan zo te zeggen. Zou dat geen functie kunnen zijn van de buurtvader? Nee, kijk, dat is het. Je moet gewoon zekerheden hebben dat het die persoon is. En puur gissen, dan doen we net als wat nu een beetje blijkt uit de media, is van, dat is niet goed. Snap je? Want daarmee dus zal die zekerheid iemand, heb je zelf dan ook nee, niet? Nee, die heb je gewoon niet. Nee. En daarom doen we juist een oproep aan mensen in zijn nabijheid en bij jongeren, noem maar op, en bij ouders, van als je informatie hebt, alstublieft, zorg ervoor dat deze jongen dat te weten komt. Het gaat erom dat hij geholpen wordt. Want hij is nog steeds mens. Dat gedrag wat hij heeft laten zien, dat is niet goed. Maar hij is nog steeds mens. En hij kan geholpen worden. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.